We zijn al bezig. Het is inderdaad werkgelegenheid, arbeid en werkgelegenheid. We hebben onze vacaturebank. En het was er al, moet ik u zeggen, maar er is niks mee gedaan de afgelopen periode. Dus waarmee we nu bezig zijn, is dat we samen met Sofix, EU, bezig zijn het helemaal te moderniseren. Mensen kunnen zich daar registreren en wij zorgen ervoor, of wij hebben ook al gesprekken met bedrijfsleven, dat wij dan mensen van daaruit kunnen laten doorstromen. Dus daarmee zijn we bezig en daarna zijn we ook bezig, net wat ik u al zei, met die vakscholen, zodat we die werkgelegenheid een beetje kunnen creëren, dat we die mensen, stel dat ik geef maar een voorbeeld hoor, ik ga een voorbeeld geven. Stel dat Staatsolie mensen nodig heeft voor het platform en dan geven zij ons aan welke expertise ze nodig hebben. En wij trainen die mensen en dan stromen wij door naar Staatsolie. We hebben laatst projecten gedaan met Brokkoponde, waarbij de dames, de vrouwen van Brokkoponde, een textieltraining hebben gehad. En nu bezig zijn met uniform vervaardigen voor de goudsector. Kijk, ik ben het ministerie van Arbeid. Ik kan sowieso... Het is niet het beleid van Arbeid om grote bedrijven, productiebedrijven op te zetten. Maar sowieso gaan wij richting productie. Ik ben ook bezig met SPWE. Het wordt binnenkort het Instituut voor Kleine Ondernemers. En die die zelfredzaamheid zijn wij aan het stimuleren als ministerie. En zoveel als mogelijk kleine ondernemers zijn we aan het stimuleren die van grassroots. Als u me heeft gevolgd, dan gaat u zien dat we die trainingen verzorgen van grassroots tot ondernemerschap. En we hebben al zo'n 30 tot 40 mensen met een beperking getraind. We hebben landelijk 150 jongeren getraind. En we zijn nu bezig met het project. En deze jongeren worden dan gelinkt met SPWE. Willen ze een bedrijfje beginnen, dan stimuleren we daarbij. We begeleiden, we coachen, we zorgen ervoor dat ze bij een van de fondsen of een van de banken terechtkomen voor een financiering. En wij blijven die controle doen totdat zij hun lening hebben afbetaald en hun bedrijf gezond is.